In de serie over het werken met de Camera Connect app van Canon zijn we aangekomen bij deel 4 en dat gaat over de functies binnen de app. Mocht je deel 1, 2 en 3 gemist hebben, kijk dan naar het linkje onder deze clip. Daar vind je een playlist van alle video's die ik gemaakt heb over die Canon Connect app. En dat zijn zowel video's met de huidige versie als met de vorige versie. Want we kijken eens eventjes naar het menu wat hoort bij functies. En daar zie je buiten Import Images en Remote Live Shooting, wat we al behandeld hebben, ook nog Auto Transfer, Bluetooth Remote Controller, Location Information en Camera Date Settings staan. Nou, over de Auto Transfer, Bluetooth Remote Controller, Location Information, dus GPS toevoegen aan je foto's, daar heb ik al een video over gemaakt met de oude app. Dat ziet er even wat anders uit, maar alle handelingen zijn hetzelfde. Dus bekijk die zeker wanneer je bijvoorbeeld GPS wil toevoegen of je wil je telefoon als Bluetooth afstandsbediening gebruiken, dus zonder live view. Kijk er even naar. Goed, waar we nu even naar gaan kijken is naar camera daytime settings. Dan denk je van, goh Pieter, waarom gaan we dat doen? Nou, wat de bedoeling is van de optie is om de tijd van de camera en de telefoon te synken, gelijk te maken. En we gaan ervan uit dat die telefoon de juiste tijd heeft. We gaan eerst maar eens even naar het menu in de camera. Daar zie je date, tijd, zone staan. Dat kunnen we daar dus instellen. Hè? Dat doe je wanneer je camera voor de eerste keer hebt of van dat soort dingen. Daar zit je niet elke dag mee bezig. Die tijd die kan verlopen op die camera. Waar die niet verloopt is op de telefoon. Dus het is hier 10:52 op dit moment op mijn telefoon. Of 10:53 nu net. En je ziet daar dat die nog op 10:51 staat. Dus dat klopt niet. En dat is allemaal niet zo erg. Maar stel, je maakt op vakantie foto's met je telefoon en met je camera. En die tijden zijn niet hetzelfde. Ja, dan, en je sorteert ze op tijd. Ja, dan staan die foto's niet in de juiste volgorde. Stel dat je met je foto's nog eens een keer later wat wil doen op wat op tijd gebaseerd is. Of met twee fotografen met allebei een camera. En de tijden zijn niet gesynct. Ja, dan wanneer je gaat sorteren op tijd, en dat doe je toch heel vaak. Ja, dan klopt de volgorde niet. Dus het is belangrijk om dat te doen. Heb je zelf twee camera's, ja, sync ze allebei via je telefoon en je hebt in ieder geval altijd goede tijd. En wanneer je gaat sorteren, is het altijd in de juiste chronologische volgorde, ongeacht of het van je telefoon, je eigen camera, van een andere camera, sync het. Dat is de bedoeling. Goed, hoe gaat het in zijn werk? Nou, we tikken maar eens op camera date settings en ja, dan moet hij toch de wifi openen. Hè? Maar hij had al Bluetooth-verbinding, dat zag je daarboven. Hè? Dus wat ik in de vorige of in de filmpjes ook gezegd heb, voor heel veel dingen kan hij gewoon de Bluetooth gebruiken. Maar soms heeft hij de wifi nodig en dat gaat hij dus nu doen. Hij heeft dus nu de wifi verbonden. Hij zet de camera in de infostand. Dat kan je beeld zijn wat je door je zoeker ziet of dit schermpje, het quick menu. En hierboven zie je nou camera time settings. En ja, dan zie je hier de tijd van de camera. En ja, die klopt dus niet. Want we gaan even, daar kunnen we dat volgens mij nou niet instellen. Kijk, je kunt nu niet naar dat menu toe. Maar wat je dus moet doen wanneer je dit schermpje ziet, is dat je Reflect Time Date of this smartphone, wat dus de tijd is op de smartphone, 10:54 op dit moment, dat je dat die aanzet. Op dat moment heb je hier in ieder geval de goede tijd. Dan zeg je hier Area, nou dat is in dit geval Parijs. En Daylight Saving, we staan in zomertijd, dus zet die ook aan. Afhankelijk van de tijd waar je in bent. Ja, goed. Je ziet daar 10:55. Set to camera. En ja, er gebeurt nu even niks. We gaan even terug. We gaan even hier naar datum, tijd, zone. En wanneer ik nu kijk, ja, zie je 55:53. En daar zie je 55 staan. Dat is een beetje moeilijk te zien, maar je moet me even geloven dat die tijd hetzelfde zijn. Hij staat nu op 39. We wachten even een x-aantal seconden en we kijken of de tijd naar 56 en hier naar 56 tegelijkertijd overspringt. En dan weten we dat die tijden gelijk staan. Dan hoef ik hier alleen maar op OK te tikken. Dus we wachten nog even 8 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hij springt hier op 56 en daar op 56. Er zit 1 seconde lag tussen, maar ik tik nu gewoon op OK. En nu weet je, de tijd en datum van de telefoon komt overeen met die van de camera. Zo kun je al je camera's doen, zo kunnen verschillende mensen hun camera's doen. En wanneer je dan al die foto's op elkaar gooit en je sorteert ze chronologisch, dan staan ze precies in de goede volgorde. Tot zover het werken met de camera date time settings. Kijk ook echt even aanbevelen de playlist die hierbij hoort onder deze clip.
vind je de link. En dan, dan kun je echt heel veel meer met je telefoon en je camera dan alleen maar even een fotootje overzetten. Er zit echt heel veel functionaliteit in die app. Hij werkt goed met de nieuwste modellen van Canon. En ja, daarom heel veel succes met de Camera Connect app van Canon, je EOS camera. Tot zover.